Als je kijkt naar het huis hierachter, dan denk je misschien daar woont vast de president van Amerika. Nou, dat is niet het geval. Hier wonen Alex en Eddie van Halen. In Nederland zijn ze bekend als Van Halen. In Amerika zeggen ze Van Halen, een hard rock band. Ze hebben de muziek gemaakt van een nieuwe film, Twister. En die film is geregisseerd door Jan de Bond. Nou, reden voor mij om natuurlijk even met ze te gaan praten. Eddie en Alex Van Halen hebben het gemaakt. Hun band Van Halen is al 20 jaar een succes. 60 miljoen platen zijn er in totaal van hun verkocht. Hun droomhuis in de heuvels van Los Angeles met een eigen studio ernaast zijn het resultaat van hun succes. In deze studio schreven ze 2 nummers voor Twister van Jan de Bond. 2 Nederlandse jongens uit Nijmegen, wereldberoemd in Amerika. Ik vind het ongelooflijk. Toen jullie 8 waren, ben je uit Nederland weggegaan. En nog steeds begrijp je Nederlands en kun je het praten. Nou, we spreken bijna elke dag met mijn moeder. Uh-huh. En ze woont 5 minuten van hier. En we spreken Hollands. Ja, ja. Want muren hebben oren. Nee. Maar voel je je ook nog een beetje Nederlands? Natuurlijk. Je kan wonen waar je wil. Je kan een paspoort hebben van elk land in de wereld. Maar je kan het niet veranderen waar je geboren bent. Ja. En ik denk dat de eerste 5 of 6 jaar van je leven, dat is erg... Zijn erg belangrijk en je herinnert. Je vergeet het niet. Hè? Kijk, jullie zijn als muzikanten natuurlijk vaak weer naar Nederland toegegaan. Maar wat voor jeugdherinneringen hebben jullie zelf van Nederland? Ja. Ja? Kunnen we nog... Tony Mom was mijn beste vriend. Uh-huh. Ja? En in Jeroen was de enige met zijn vader had een auto. Ja, en hij speelde ook drums. Nee, dat was een ander. Wie was dat? Hoe heet hij ook weer? Let's assume the worst at this point. Joe! Bill! It's coming! Everybody underground now! Joe, come on! Get underground! Take cover right now! Het is de eerste keer dat wij eigenlijk muziek hebben geschreven voor een film. Oké? Want we zijn allemaal Jan de Bond fans. En onze manager had ons gebeld en gevraagd of we de film wilden zien. En nadat we de film zagen, het is de eerste keer dat wij... Ze hebben Van Halen muziek gebruikt in andere films, maar muziek dat we al geschreven hadden. Het is de eerste keer ooit dat wij hebben... Even gestopt en hé. Het grappige was dat Jan de Bond wist niet eens dat jullie Nederlands waren. Nee, ik wist het ook niet. En jij wist niet dat Jan de Bond... Ik zat naast hem de film te kijken en ik zei... Hij begon te zingen met meisjes met rode haren. Waarom is ik niet mee? Meisjes met rode haren. Maar ik vroeg hem, je hebt een accent, waar ben je vandaan? Waar kom je van? En ik zei, ik ben Holland. Ik dacht, shit, zo zijn wij. Ik had geen idee. Want hij had een accent, weet je wel. Die man die dat meisjes met rode haren gecomponeerd heeft in Nederland, die lacht zich helemaal aan ongeluk, zeg. En dus, je kende hem van Speed natuurlijk. Ja, ja. De naam wel. Ja, ja. Ja. Maar je hebt je nooit gerealiseerd dat is een Nederlander. Nee. Ik had geen idee. De band, dat klinkt meer Frans. In de studio waar zij hun grootste hit schreven, mogen we even meegenieten van hun muziek voor Twister. Is dat een title? This is the rock song. The rock song. For the movie. Okay. The metal song. We hebben de film 1 keer gezien en vandaar kwamen we thuis en we zeiden, oké, ik heb een idee. Alex had een idee en samen wordt het iets. Ja, ik begrijp van Jan dat jullie een song gemaakt hebben, maar ook muziek voor de... In het begin wouden ze dat we 1 lied schreven voor de film. Maar toen had Alex een stuk muziek geschreven, wat nu de end van de film is. Ja. En je werkt eraan en je denkt en je herinnert wat de film is. En before you know it,
je hebt iets. De muziek, kind of fits the thing of a tornado. It's always quiet before the storm comes. You know, so the music kind of goes up and down like this. En weet je nou welke scène die gebruikt gaat worden? De wat? Weet je welke scène ze gaan gebruiken? Or is this the song at the end? No, this is during the music. Yeah. So you know what scene is on the sound. Do the sound. This sounds kind of like the weirdness of the lightning and the tornado coming. All right. This is Twister. Yeah, this is where they're chasing a tornado. All right. Yeah. It's a song called Twister? No, no, no. It's called Humans Being. Humans Being. Yeah. But if you listen, it sounds like a tornado. Yeah, but this song, I mean, you recognize the Van Halen. Yeah. I mean, this... Well, there's no way of getting around that. No, right. Deze heeft Jan de Bont himself the naam van het lied. Respect the just Wind. Yeah, I'll just go for it. Respect the Wind. Yeah. Oh. So we didn't know what to call it. We wanted to call it Hope or something, because it heeft een gevoel... dit is the end van de film. Yeah. Maar Jan kwam met deze titel. Zeg je nou ons? Ja, titel, de titel. Ja. Toen we het eerst voor hem gespeeld hadden, schreef hij: hey, give me the last 8 minutes of the movie. Ja, en dus de editor kwam met de laatste 7-8 minuten van de film. En he pushed play on the tape machine and the film, and boom, it just worked. De verwachtingen rond Twister zijn hoog gespannen. Volgende week gaat de film in Amerika in première en dan weten we of Jan de Bont na Speed opnieuw een hit heeft. In Nederland zullen we nog even moeten wachten om te kijken en te luisteren naar het resultaat van de samenwerking tussen Van Halen en Jan de Bont. Twister gaat hier in september in première.